Moeten Vlissingen, Middelburg en Veren zelfstandig blijven of kunnen ze beter opgaan in één gemeente Walcheren? Zou dat niet beter zijn voor de inwoners en voor de provincie, die dan een gemeente heeft die landelijk meetelt? Dat waren de belangrijkste vragen tijdens het debat dat de PZC maandagmiddag had georganiseerd in het Arsenaaltheater in Vlissingen. De Vlissingse wethouder Piet Polderman, voorstander van herindeling, kruiste de degens met historicus Jan Zwemer uit Seerooskerke, tegenstander van schaalvergroting. Dat gebeurde onder het toeziend oog van de drie Walcherse burgemeesters. Zij lieten tijdens het debat blijken niet echt voorstander te zijn van één grote gemeente Walcheren. Iedereen was in Vlissingen voor samenwerken, maar samenvoegen ging vooral de meeste politici te ver. Jammer, vond wethouder Albert de Vries uit Middelburg. Nou, ik vind samenwerken fantastisch, maar we doen dat al een hele tijd en ook best goed. Alleen, ja, je ziet dat je dan toch niet ver genoeg komt. En ik vind het toch echt wel erg naïef om te denken dat in de komende tijd dat nu allemaal wel gaat lukken. Ik denk dat je, als je echt hele moeilijke beslissingen moet nemen, dat je dan één gemeenteraad moet hebben die uiteindelijk de knoop doorhakt. Een gemeenteraadslid van Middelburg gaat echt niet beslissen dat er geld overgemaakt wordt naar Vlissingen. Dat gaat niet gebeuren. Maar volgens burgemeester Rob van der Zwaag van Veren is herindeling helemaal niet nodig. De Zeeuwse gemeenten gaan immers steeds beter samenwerken. Wat voor mij betreft is het dat je eerst een gezamenlijke visie moet hebben. En vanuit die visie, maar dan Zeeuws breed, en dan zijn we bezig met de provincie, zal je dingen moeten concretiseren. En dan kan je soms op Walchersniveau dwingend samenwerken, maar ook op Zeeuws niveau. Daar zijn we ook mee bezig. Eind dit jaar moet er een besluit door alle Zeeuwse gemeenten genomen worden en de provincie over de milieu-uitvoeringsorganisatie. En dat betekent gewoon dat je zelfs naar Zeeuwse schaal toe gaat op bepaalde samenwerking en verplichtend. Dus je kan op verschillende niveaus kan je dadelijk gewoon schakelen. En de ene keer betekent dat als je naar je burgers toe gaat, dienstverlening, dan zijn we horen tot de top 10 van Nederland veren. Daar ben je met je burgers bezig. Daar ben je misschien op Walchersniveau bezig. Op andere dossiers ben je op Zeeuwsniveau bezig. Dus dat kan wisselend zijn. Toch leek een meerderheid van de gewone burgers in de zaal voorstander van één gemeente Walcheren. Nou, ik vind het wel erg bemoedigend dat er toch onder de bewoners een meerderheid zich aftekent voor uiteindelijk samenvoegen. En nou, dat is eigenlijk nog nooit vertoond, dat er 53% volgens jullie polls en hier in de zaal ook bijna alle niet-bestuurders, daar hoor ik positieve signalen van. Nou ja, als het gaat wat betreft Middelburg-Vlissingen, daar ga ik ook niet over. Dus als men samen wil, is dat prima. Veren is een heel andere zaak, denk ik. Heel andere cultuur, ander gebied, andere agenda's zijn daar. Dus ja, daar ga ik me ook niet over uitlaten of dat bij elkaar moet je afnemen. Albert de Vries keek positief terug op het debat. Ja, het was best een aardig debat met respect voor elkaars standpunten. Alleen ja, ik vond dat af en toe nogal breed uitwaaierde. En ik had wat meer tot de kern moeten komen van wat nou echt de voor- en nadelen zijn van samenvoegen. Ook Rob van der Zwaag vond de bijeenkomst in het Arsenaaltheater uiterst nuttig. Ja, dat houdt je altijd scherp. Dus dat is prima om. En het gaat uiteindelijk om ja, de inhoudelijkheid daarvan. Dus dat is op zich een goede zaak om af en toe eens weer eens de boel op een rijtje te zetten.